Noem ze nou zomer. Mooie zomer. De beesten weer. Tijd van een halve minuut. Zo nat als een wijl. Gelukkig dat het van huis tenminste brandt. Anders zou je nog vernikkelen van de kou. Water voor de koffie kook tenminste ook al. Lekker bakje koffie. Dat zal best smaken. Of dat de burgemeester daar is, wacht. Even kijken. Oh, burgemeester. Jongen, wat een weer, burgemeester. Goedemorgen, Zaatje, goedemorgen. Nou, dat doen ze nou in zomer, hè? Als ik nog geen paraplu bij me had gehad, dan was ik drijfnat geworden. Heb je een paraplu maar hier, meneer de burgemeester? Die laat ik wel uitdruipen in de gootsteen. Ja. O, Zaatje, wat heb je het hier heerlijk warm, hè? Nou, zou ik willen dat ik het in mijn werkkamer ook zo behagelijk had. Weet je dat? Oh, wacht maar, meneer de burgemeester. Ja, met de lucifer. Ik zal wel even de petrolica gaan. Nee. Dat ding riekt. Riekt? Nou, zegt u maar rustig, stinkt, meneer de burgemeester. Ja, dat is ook zo. Maar ik zeg liever riekt. Ja. Hè? Zeg, Saartje, als je er nou geen bezwaar tegen hebt, dan blijf ik hier nog een beetje zitten tot ik een beetje doorgewarmd ben. Ik heb drijfnatte voeten, weet je dat? Drijfnat zijn. Uittrekken, meneer de burgemeester. Hoezo? Meteen uittrekken. Ja? Daar kan u rheumatiek van krijgen. Wat, in mijn tenen? Wel, nee, niet in uw tenen, maar in uw hele lijf. Meteen uittrekken, meneer de burgemeester. Ik zal wel even mijn pantoffels halen. Nee, laat maar, zeg. Er staan hier een paar heerlijke sloffen, zie ik wel. En die trek ik aan. Hè? Ja. Nee dan? Fijn. Kan toch niet, meneer de burgemeester. Ja, waarom niet? Nee. Die trek ik hier aan. Kijk eens. Oh, zeg Saar. Oh, wat een heerlijke sloffen zijn dat, zeg. Zeg, ik weet dat de koningin geen beter heeft. Hè? Heb ik toch van u gekregen met Sinterklaas, weet u wel? Je meent het. Zeg, het ruikt hier lekker, hè? Ja, ik heb net verse koffie gezet, meneer de burgemeester. Nee. Ik zal meteen een bakje voor u inschenken. Nou, voor ons beiden dan toch, hè? Ja, natuurlijk. Ja, nu het buiten zo ongezellig is, vind ik, moeten we het binnen maar extra gezellig maken. Zo is het, meneer de burgemeester. En, eventjes, ik heb nog een koekje overgehouden van mijn verjaardag. Ja, Ze zijn een beetje oud, maar dat is niet zo erg, hè, meneer de burgemeester? Ik ben een keukenprinses die zou met regen doen vergeten, hè? Oh, meneer de burgemeester. Wat is er? Uw broek. Wat, een gat? Nee, geen gat. Maar helemaal nat. Oh, dat ruikt ook nog, meneer. Wacht, ik zal wel eventjes... Nee, niks te even. Andere niks. Of heb jij soms een mooie nieuwe broek voor me? Hè? Ja, meneer. Saartje. Nou, ga dan gezellig. Kom eens bij me zitten. Ja. Ja, die broek die droogt vanzelf al. Weet je niet? He. Dat doet een mens goed. Nou, zegt u dat wel, meneer de burgemeester? Jongen, wat een weer, hè? Ja, wat een weer. Om nog geen beest op straat te sturen, vind je wel? Geen hond en geen kat, Saartje. Ach, en als je dan denkt aan al die arme mensen, meneer de burgemeester. Die geen dak boven hun hoofd hebben. En geen warme kleren. Nee, en geen lekker bakje koffie. Oh, meneer de burgemeester. Wat is er? Vellen je koffie? Nee, maar weet u waar ik nou ineens aan denk? Geen idee. Aan Zwiebertje? Aan Zwiebertje. Heeft hij weer iets uitgespookt dan? Nee, dat niet. Was het maar waar. Maar waar zou die nou zitten met dit weer, met die storm en die regen? Ja. Hij heeft geen dak boven zijn hoofd. Mm-hmm. Hij heeft geen lekker warm bakje koffie zoals wij. Ach, niemand die er aan hem denkt. Nou, behalve jij dan toch, Saartje? Schiet hij wat mee op, meneer de burgemeester. Nee. Maar wat zouden wij nou voor hem kunnen doen? Hè? Ja, wat zouden wij nou voor hem kunnen doen? Ja. Nou, iets wat hij... Ja, dat zeg je nou zo wat, maar zo 1, 2, 3 zou ik het toch echt niet weten, hoor, wat we zouden kunnen doen. Hebt u nou niet een of ander karweitje voor hem? Nou, maar Saartje, ik kan hem toch moeilijk met dit weer, kan ik hem de tuin op laten knappen, hè? Nee, daar zou hij nog niks mee opschieten. Nee, daarom niet. Is er nou niks anders voor hem te bedenken, meneer de burgemeester? Ja. Een nieuw wetboek laten schrijven. Dat zou wel grappig zijn. Geen grapjes, meneer de burgemeester. Ik heb echt met hem te doen. Nou, Saartje, je moet dat niet verkeerd opvatten. Ik heb ook met hem te doen, echt waar. Ja. Ja, maar wat zouden we nou voor hem kunnen doen? He? Nou, zou die niet... Dat zouden we, ja, maar ga door. Nou ja, ik bedoel, ik dacht, ach, je kan nooit weten, nee, hè? Inderdaad, Saartje, je kan nooit weten. Nee, net wat je zegt. Nou, geen malligheid, meneer de burgemeester. Ja, als we nou eens de kans gaven. Goed, Saartje. We geven hem de kans. Ja. Maar waarvoor? Nou, bijvoorbeeld
De kamers een beetje bijvegen. Uw rommel een beetje... Oh, excuseer, meneer de burgemeester, zo had ik het niet bedoeld. Mm-hmm. Ik bedoel, uw boeken een beetje opstapelen, uw pakken uitkloppen. Nee, pakken uitkloppen is niks voor Zwiebertje, nee. Nee, maar er schiet me wel iets te binnen, hè? Wat dan, meneer de burgemeester? Ja. Wil u nog een beetje koffie erbij? Ja, dat is een uitstekend idee. Neem jij dan ook nog wat? Ja, dat dacht u dan allebei. Mm-hmm. En met de koekje, hè? Ja, inderdaad, de pret kan niet op vandaag, hè? Wat schoot u nou dan net te binnen, meneer de burgemeester? Ja, ja, kijk eens, Saartje. In die oude schuur, hè, daar staan wat van die meubelen, hè? Ja. Tuinmeubelen. Ja. Ja, die zien er slottig uit. Niet mooi meer. Ja. En dan had ik zo gedacht, als we die nou eens afkrabben, hè, en een nieuw verfje geven, dan zien ze er toch weer uit als nieuw. Is niet waar? En dat lijkt me nou uitstekend een karweitje voor Zwiebertje. Tenminste, dat afkrabben dan. Hè? Nou, dat is het, meneer de burgemeester. Ja, daar zou ik toen zelf nooit opgekomen zijn. Nee, hè? Nee, dan nee. Moet een mens nou burgemeester voor zijn, ja, niet waar? Ja. Dat is een karweitje, dat kunnen we Zwiebertje laten doen, meneer de burgemeester. Ja. En ik heb op zolder heb ik nog wel een bed. En mag die in de keuken wel een hapje eten, hè? Ja. Oh, zeg maar, nou moet je me niet jaloers maken, Saartje. Mij heb jij nog nooit in de keuken te eten gevraagd. Nou ja, u bent niet pas uiteindelijk. Nou ja, alle gekheid op een stokje. Hè? Maar waar is hij? Waar is Zwiebertje? Waar is hij? Maar nou hebben we natuurlijk een uitstekend plannetje. Ja. Maar we weten niet waar hij is. Ja, en als burgemeester kan ik toch moeilijk alle hooibergen langs gaan lopen en roepen van... Zwiebertje, brave jongen. Hier is de burgemeester, we moeten je even spreken, hè? Waar zit je? Saartje heeft nog een lekker hapje voor je. Dat kan ik toch moeilijk doen, hè? Ah, wat is dat nou zielig, dat hij er niet is, hè, meneer de burgemeester? Nou, nee, Saar, nee, dat zie je verkeerd. Waarom? Hij is er wel, maar waar is hij, hè? Oh, ja, waar? Misschien hoest hij wel, van de kou en van de nattigheid. Ja. Maar misschien ligt meneer heerlijk te slapen in een warme hooiberg, hè? Laat de koffie niet koud worden, meneer de burgemeester. Nee, inderdaad. Maar het is toch een probleempje, dat Zwiebertje. Daar moeten we eens ernstig over nadenken, Saartje. Hè? Nou. Ja. Ja, dat is mooi werk. Zie je wel. Dat ik het niet gedacht had, hè? Lekker met de kachel koffie drinken, koekjes eten, ja. En Bromstor die kan buiten lopen. In de regen. Drijfnat laten regenen, ja. Ja, daar zijn veldwachters voor, denk je ze geloven. Waarom zijn veldwachters op de wereld? Krijgen lekker drijfnat te laten regenen. Ja, verschrikkelijk. Ja, dat ik gek ben. Wacht eens even. Ach, dat zal de melkboer zijn. Wacht, ik zal even de pan pakken. Oh. Present om u te dienen. Het lachbare heer burgemeester. Veldwachter, de beentjes een beetje geoefend, man. Nou, als u het zo noemen wil, jawel, meneer burgemeester. het is niet helemaal droog buiten. Hè? Ja, nou, u het zegt, ja, ik heb het ook gemerkt. Ja, maar uitstekend bromsnor voor de koolplantjes. Oh, die groeien als kool. Ja, meneer de burgemeester. Trouwens, ik ben ook een heel klein beetje nat geworden. Hè? Ja, zo. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo erg. Ik ben maar een veldwachter. Die zijn er voor om nog geregend te worden, nietwaar, meneer de burgemeester? Hé, dat is een merkwaardige opvatting van je beroep. Ja. Zeg maar, neem een stoel. Ik zie dat Saartje bezig is een kopje koffie voor die in te schenken. Daar ben ik u zeer extra dankbaar voor, meneer de burgemeester. Heel graag, meneer de burgemeester. Dank u zeer, meneer de burgemeester. Oh, neem me niet kwalijk, Saartje. Ook goeiedag, Bromsnor. Goeiedag, Saartje. Kijk nou weer eens. Ja, neem me niet kwalijk, wil ik je nog niet goeiedag gezegd, Saartje. Maar die regen buiten, al die natte geit. Nou, kom, schuif aan en drink lekker je bakje koffie uit. Ja, drijfnat, meneer de burgemeester. Ja, dat zal de beste man. Ik kwam ook drijfnat thuis. Ik had alleen het geluk dat ik een paraplu bij me had. Ja, dat kan je als veldwachter niet doen natuurlijk. Met een paraplu lopen? Nee, nee, maar ja, burgemeester, moet ik dat wel natuurlijk. Ja. Nog iets te rapporteren, Broodstaan? Jawel, meneer de burgemeester. Oh ja? Ja. Zeg het eens. Het regent. Nou, ik ben werkelijk blij dat je me dat vertelt. Dat wist ik nou nog niet, hè? Ja, meneer de burgemeester. Wat ik u vragen wilde, meneer de burgemeester. Is er nog iets voor uw orders?
Of, van mijn orders, Bromsnor, met dit weer wel mee, man. Je blijft toch heerlijk binnen vanmiddag? Huh? Wel ja, je blijft lekker binnen, man. Zeer hartelijk, zeer vriendelijk bedankt, meneer de burgemeester. Nee, niet te doen. Maar die Zwiebertje, burgemeester. Zwiebertje? Ja, ja. Heeft hij nou weer uitgevreten? Nee, Bromsnor, niets. Maar wij willen hem even spreken, hè? Ja, heb jij hem de laatste dagen nog gezien? Oh, jawel. Gisteren nog, meneer de burgemeester. Zo. Ja, hij zwerde hier rond het dorp, hè. Ja. Heb jij hem soms vandaag nog gezien? Vandaag? Ja. Zeg, luister eens, vandaag. Ik heb hem gisteren gezien, heb ik je gezegd. Je denkt dus zeker niet dat ik overal tegelijk kan wezen? Nee. Dan maar een veldwachter. Ja, Bromsnor, maar dat doet me toch ergens aan denken. Kijk, ik heb tegen Jan natuurlijk gezegd dat je vanmiddag rustig binnen kon blijven vanwege de regen, maar... Ja, meneer de burgemeester. Nou heb ik toch iets voor je te doen. Oh ja? Ja. Een brief wegbrengen, zeker, meneer de burgemeester? Nee, geen brief. Oh. Geen brief natuurlijk. Zwiebertje, hè? Oh, pardon. Neem me niet kwalijk, meneer de burgemeester. Nee. Wat zei u, Zwiebertje? Ja, die moet je even voor me opsporen. We willen hem spreken namelijk, ja. Spreken? Ja. Dan moet het nou direct gebeuren, meneer de burgemeester. Kan het nou niet morgen of overmorgen? Nee. Geen sprake van. Het moet direct gebeuren. Nee, je spoort hem op en je komt niet eerder terug voordat je hem gevonden hebt, Bromsnor. Ja. Tot uw orders, meneer de burgemeester, maar ik... Nee, niks te maken. Ervan. En trouwens, ga nou eerst even zitten. Je drinkt heerlijk je koffie op. En dan ga je Zwiebertje voor me opzoeken, want we hebben een... karweitje voor hem. Tot de dienst, meneer de burgemeester. Ja. Een karweitje. Voor Zwiebertje. Met dit weer? Met dit weer. De burgemeester wil Zwiebertje helpen, Bromsnor. Ja. En daarom nee, wil... Nee, Saartje. Geen verklaringen. Geen verklaringen. Bromsnor begrijpt het volkomen. Niet waar, Bromsnor? Jawel. Op zoek en breng hem hierheen. Hier. Neem een sigaartje mee voor onderweg. Hè? Zo, steek eens een heerlijke sigaar op, man. Zeer hartelijk vriendelijk bedankt. Steek hem maar direct op. Direct? Direct, ja. Met dit weer, meneer de burgemeester, dan wordt hij toch drijfnat. Bromsnor, dan doe je hem maar onder je pet. Hè? Kom, ik ga eens aan mijn werk, want ik moet nou toch werkelijk op gaan schieten. Nou, en jij succes. Ik zie je vandaag wel terug met Zwiebertje wel te verstaan. Wacht even, meneer de burgemeester. Ik zal even uw pantoffels halen. Nee, Saar. Deze pantoffels zitten zo heerlijk en zo warm. Nee, ik houd ze aan, hoor. Uit de brand ben ik. Nou, bedankt voor je koffie. Dan ga ik maar gelijk opstappen. Hoort eens van meneer de burgemeester. Zwiebertjes opsporen. Jawel, zwiebertjes opsporen. Nou, kijk eens eventjes. Nou, giet het de plaats in het regen. Pijpen stelen gewoon. Kom, Bromsnor. Je doet er al goed werk mee. Net zo, hè? Goed werk. Goed werk. Landlopers opsnorren. Goed werk. Ja, drijft nat regenen. Oh, heel goed werk, ja. Jij hebt een gezellig thuis. En jij hebt een warme kachel, waar of niet? Ik heb een gezellig thuis, ja. En ik heb een warme kachel, ja. Maar in het huis, daar kom ik toevallig niet. Lekker buiten lopen, zwiebertjes opsporen. Nou ja, ik begrijp het wel. Plicht is plicht. Nieuw weg. Sterkte, Bromsnor. Dat zal ik wel nodig hebben met dat weer. En veel geluk. Huh? Veel geluk. Gezond. Zwiebertjes opsporen. Hé, kijk, daar wordt het lichter. En daar wordt het donker. Nou houdt het op met zachtjes regenen. Hé, Ba, het klettert. Als het dan toch maar eventjes droog zou willen worden, dan zou ik gauw even een zaadje halen. Lekker even in de warme keuken. Die zou best nog wat warm voor me hebben. Of tegen je voor dat ze hier lang zou komen met een warme kopje chocolademelk. En een lekkere verse krentenbol.
Eens even kijken wat ik zelf nog heb. Nou, dat is ook niet veel. Een broodkort, helemaal zacht geweekt van de regen. Nou ja. Ah, beter iets dan niets. Zo. Nou heb ik je vader. Ga jij naar de burgemeester en ik naar huis. Lekker een bakje koffie drinken. Achter de warme kachel. Eens eventjes. Ja. Nee! Au, laat me los. Ik heb niks gedaan, laat me nou toch los. Zeg ik je. Opdracht van de burgemeester, je gaat mee. Nee, Dan ken je mij niet, waarom? Ik blijf hier, ik heb niets gedaan, je blijft met je handen van me af, hoor. Normaal niet, je staat op en je gaat ogenblikkelijk mee. Nee, geen haar op mijn natte hoofd die eraan denkt, zeg. Oh, ja. Wat krijgen we nou toch? Ik heb niks gedaan, dus ja. Ik blijf lekker hier. Wat krijgen we nou toch, alsjeblieft? Op last van de burgemeester. En in naam van wethouders en kippenfokkers. Ik gelast je om direct mee te komen. Ja, nou, dan nog liever de lucht in. Ja, de lucht in helemaal niet. Mee, door de straat door, naar het dorp, naar de burgemeester. Ja, zo, nou, dan blijft me niets anders over. Oh, nou, zie je wel, is tenminste weer verstandig van ja, je. Ja, op, dan blijft me niets anders over. Ja, dan mee. Draai snor, hou je mond en trek je zwaard. Wij gaan. Wat? En aanval. Zo. Ja. Kijk nou eens mijn plu. Zo. Spiegeltjes en plu. Nee, dat ja. En dan wacht zo. Je maar. Niks ervan, ik wacht niks. Ik ga er niet door. Nee. Au! Knijp je veel te hard. Ja, wat dacht je dan? Weet je wat jij bent? Je bent een vervelende dierenbeul. Een hele nare dierenbeul. Een naar, vervelend, miserig, treiterig mannetje. Weet je dat? Een held op sokken. Op natte sokken, dan wel te verstaan. Een vent met een naar snorretje op zich. Bij je mond dicht. Ja. Als ik zou willen zeggen wat ik eigenlijk in mijn gedachten had, dan zou ik niet eens luisteren naar datgene wat ik zou willen zeggen. Au! Man, ik wou dat je pet 2 maten groter werd. Dan sloeg ik hem over je gezicht en hoefde ik dat nare opgeblazen toet van jou niet meer te zien. Au! Knijp toch niet zo, man! Au! Arme mannetjes opbrengen, dat kan je, hè? Maar zo gauw als de dief en de boeven daar in de buurt is, dan durf je niet, hè? Vanuit, laat me los. Nou, en dan opschieten, en dan je brutale mond dicht, en dan mee naar de burgemeester. Hou je niet van een gezellig babbeltje, hoor, twee goede vrienden? Helemaal niet. Hou je er niet van? Nee. Hé, man, dan ben je nat, bah. Schiet op. Ik word tijd dat je naar huis gaat, dan kan je tenminste op de strijkplank gaan liggen. Dan heeft je vrouw haar handen vol aan je. En nou, laat me los, want ik wil zeggen. Zeg wat is dat voor minderwaardig gedoe? Kun je die arme man niet wat vriendelijker behandelen? Ja, dame, ik ben bezig aan de uitoefening van mijn plicht. Laat me met rust. Ach, mooie dame. Hij heeft me te grazen genomen en ik heb helemaal niks gedaan. En ik knijp mijn botjes in. Ik vind het een zeer minderwaardig gedoe, veldwachter. Als die man bovendien onschuldig is, heeft hem los te laten. Oh ja, dame. Nou, ik zal eens wat vertellen. U mag hier misschien vrij rond mogen lopen. Maar we moeten zo met uw eigen zaken. Kom nou, nog mooier. Nee, au, hij knijpt weer. Ja, u kunt wel eens een toontje lager zingen, veldwachter. Ja, dat vind ik ook. En als die man niets gedaan heeft u van hem af te blijven. Ja, maar we moeten zo met uw eigen zaken. Dat zeg ik nogmaals, ik ben bezig aan de uitoefening van mijn plicht. Dienstzaken zijn dienstzaken, begrijpt u dat? Ja, nou, ik zal het allemaal doen, veldwachter. Anders zou ik mijn tante wel eens van uw gedrag kunnen op de hoogte stellen. Mijn tante. Ja? Maar mijn tante of mijn zuster of uw hele familie, daar heb ik niks mee te maken. Dat laat me steenkoud. Laat me dat dus eventjes goed vertellen. Kom mee, jij. Zo, veldwachter. En weet u dan wel wie mijn tante is? Ja, weet u wel wie de tante is? Wat interesseert mij dat nou? Wie is uw tante? Waar zit natuurlijk de vrouw van Prikkenbeen of iemand dergelijk? Nou, maar opschieten, mee. Nee, veldwachter, mijn tante is niet de vrouw van Prikkenbeen. Weet u wie mijn tante is? De barones van Troetelaar tot Stoephaspel. Wat zegt u? Hoe neem ik die kwalijk? Dan bent u van het kasteel? Als je deze bescheiden buitenplaats zo noemen wilt, inderdaad. Waarom snor, maak nou je borst me net. Ik ga maar lekker in de prikkel zitten. Stil. Maar hé. Dan bent u dame. Ja, ik ben dame. En ik zou willen dat u zich als een heer gedroeg. Zo, nou u. Ja, maar u begrijpt er niks van. Ik ben bezig in de uitoefening van mijn plicht, mijn opdracht. Ja, mijn opdracht. Dat heb ik meer gehoord. Een arm zwerfetje bij zijn kraag te pakken. Kunt u wel? Schaamt u zich niet? U begrijpt er niks van. Mijn opdracht is het bevel van de burgemeester. Ik moet hem direct wegbrengen. Ja, maar hij gaat niet weggebracht. Jawel, nee, dat gaat hij helemaal niet. Hij gaat met mij mee, waar zwiep. Wat zegt u? Ja, maar dat kan niet. Hij gaat met mij mee, dat is duidelijk. Ja, maar, au. Begrijpt u het nou eens even? Hij gaat met mij mee. Hij gaat met mij mee, hoor. Nee, nee. Het spijt me zeer. Kom maar mee, Sniebertje. Kom jij maar mee, dan krijg je van mij een heerlijk warm. Ja, je vergeet dat ik zeer belangrijke relaties heb. En laat me rustig gaan met deze dame. Zo is het wel. Laat me eten. Oh, arme Sniebertje. Goed zo, Sniebertje. Goed zo. Kom maar gewoon met hem mee. Zo. Dat zal ik je betaald zetten. Dat zal ik je betaald zetten, kerel. Dat zal ik tegen de burgemeester vertellen. En als ik je nou te pakken krijg, dan gooi ik tegelijkertijd in de cel.
daar zijn we, Zwiewertje. Ja. Wees jij maar niet meer bang voor Bromsnor, hoor. Zolang je hier bent, ben je veilig. Ach, lieve dame, als ik u onder uw mooie vleugeltjes ben, dan voel ik me zo veilig als een kuiken met de kloek. Ja, en als ik van de weeromstijd u van dienst kan zijn, dan heb u me te roepen, Zwiewertje. En dan ga ik gewoon voor u door het vuur. Oh, ja, je bent met een mooitje, Zwiewertje. Oh, stil. En gedraag je netjes. Daar komt de huisknecht aan. Nou, gedraag je netjes. Als u bij me bent, zou ik niet anders kennen. Goedemorgen, vrouwen. Goedemorgen, Jacobus. Oh, la la. Hier is mijn regenjas. En dit is Zwiebertje. En die mag jij gauw iets warms te drinken geven. Ik ga even naar mijn tante. Is ze boven? Beneden in de zitkamer, vrouwen. En deze man? Iets lekker warms te drinken geven, Jacobus. Ik ga even naar mijn tante. Hij kan hier op me wachten. Op u? Op u wachten? Wie is deze vreemde aangeklede generaal? Neem me niet kwalijk, ik had jullie nog niet voorgesteld. Nee. Zwiebertje, dit is Jacobus, onze huisknecht. Oh, dag Jaap. En iets heel lekkers voor jou te drinken. Maak jij het je maar makkelijk. Daar staat een stoel, ik ben zo weer om. Ja. En denk erom, gedraag je netjes? Ja, zo. Nou, de dame heeft gezegd, ik mocht hier gaan zitten. U bent te nat voor deze zetel, meneer. Ik zal even een krant voor u halen. Nou, dit hoeft niet, Jaap. Ik lees geen kranten. U hoeft er alleen maar op te zitten. Hoeft er alleen maar op te zitten. Zie je me daar, want dat is ook bij die adel. Wie gaat er nou op een krant zitten? Nou, ik ben er maar een hele vreemde snoes aan, hoor. Met dat rare pakje aan en een gezicht om van te... Nou. Waar ben ik nou terechtgekomen? Wat is dit voor een rare boel hier? De barones die wordt achterna gezeten door de kok. Nou, speel eens zeker krijkertje. Nou, ondertussen wou ik maar dat de vreule weer terug was, want dan zou dat meestal zitten. Maar helemaal alleen in die hal. Nee, brood is ook helemaal niks. Ja. Uw stoel is gereed, meneer. Uw stoel is gereed, meneer? Uw stoel is gereed, meneer? Zeg jij maar gewoon Zwiebertje, hoor, ja? Zoals u zegt, meneer. Over. Hup, pak mijn hoed eens aan. Zeg, Ober, luister eens eventjes. Vertel eens even, waar hangt de freule ergens uit? Ik ben geen ober. Nee? En het is geen freule, maar freule. Begrijpt u? De freule. En ze hangt nergens uit, maar ze bevindt zich ergens. Ze heeft een onderhoud met mevrouw de barones. Ah, laat me er niet lachen, malle Jaap. Ze stoof net de hal door, de barones. Ze stoof niet, meneer, aan de barones. Schrijt. Nou, ze schrijt helemaal niet. Ze stoof weer de hal door, met de kok achter zich aan. Meneer, u bent erg. Een barones stuift nooit en ze heeft nooit een kok achter zich aan. Nee, maar nou, dat stuift het zeker in mijn ogen. Ik mag u niet tegenspreken, meneer. Hé, kijk daar eens in die deur. Nou stuift het weer. Pardon? Ik zeg, het stuift weer daar in de kier van die deur. Pardon? Hé, maar let toch niet te pardoneren. Ik zeg, kijk dan daar in die deur. Welke deur? Die deur daar, hier, achter je. Meneer, u bent een grappenmaker. Een echte grappenmaker. Hier, wel, van mijn leven. Kijk nou eens even, de kok. Ja, ja, de kok en de barones. Nietwaar? Ja, ja, natuurlijk. Ik geloof dat u ze een beetje ziet vliegen. Ja, nee, kom je daar mee. Ik zie ze niet vliegen, ik zie ze lopen. Zeg, Jaap, het waren net twee paarden op de renbaan. Ja, de barones en de kok. Als twee paarden op de renbaan, ja. Natuurlijk. Ik zal zien dat ik een aspirintje voor u krijg. Nee? Met een glas water, natuurlijk. Krijgen we nou een aspirin? Tegen het stuiven, meneer. Ben zo terug. Een aspirin tegen het stuiven? Nou, wat dat voor een beweging is hier, ik weet het niet.
Ik droom toch niet? Nee, ik voel alles nog. Maar ik voel ook nattigheid. Nou, het is niet helemaal zuiver en pluis hier op dat kasteel, hoor. Helemaal niet. Aan Bromsnor weet je tenminste wat je hebt, maar een die aangeklede kakadoris. Nou, wat vervelend zeg. En de vreul is ook nergens meer te vinden. Die is helemaal weg. En nou, daar zit ik dan. Onder een palmboom. Als een aangeklede ap in de woestijn. Een aspirintje slikken. Wat krijgen we nou? En ik wou nog maar net de vreul terug. Vreul, wat heb je me nou naartoe gebracht? Wat moet ik hier nou in mijn eentje zitten? Wat is dit nou voor onzin? Kindje, ik vind het een precaire kwestie. Zo'n vreemde landloper, opgebracht door de veldwachter, jij mengt je daarin. Je neemt het zelfs op voor die man en je brengt hem hier naar huis. Nee, werkelijk, Nicolien, jij steekt je in een wespennest. Tante, die man had niets gedaan. Hij werd onschuldig opgepakt. Goed, het is een landloper, een zwerver. Maar die heeft toch ook recht op een eerlijke, menslievende behandeling? Laat hem dan een boterham geven en stuur hem weg. Dat is mijn standpunt. Nee, tante, dat mag u niet doen. Met dit lelijke weer. Het is echt een hele nette zwerver. Hoe weet jij dat nou, Nicolien? Dat voel ik zo. Dat zie je aan zijn oogopslag. Er zit geen kwaad bij. Ach, je maakt het me moeilijk, kindje. Ik hou van goed doen, maar er zijn grenzen. Die wilde landloper breng je hier bij me in huis. Er loopt toch als een vreemd volk rond. Nee, werkelijk, daar stel ik mijn huis niet voor open. Tantetje, juist omdat u zo van goed doen houdt, heb ik die arme sloeber hiermee naartoe gebracht. Ach, en hij zal er u dankbaar voor zijn als we hem een poosje onderdak verschaffen met het afschuwelijke weer. Hij zal u heel dankbaar zijn, dat kan ik u verzekeren. Daar komen moeilijkheden van, Nicolien. Tante, een barones van Troetelaar tot Stoethaspel gaat geen moeilijkheden uit de weg. Dat hebt u mezelf altijd gezegd. En dat hebt u ook nog nooit gedaan. Uw menslievendheid is bekend. Ja, als je het zo bekend bedoelt, ja. Inderdaad, ons geslacht heeft door de eeuwen heen nog altijd moeilijkheden gestrotseerd. En zelfs wel eens een keertje overwonnen ook. Ja. Nou goed dan, laat hem dan maar hier komen, dan zal ik eens met hem spreken. Oh, tante, u bent een schat. Kom. Ik ga meteen halen. En kindje, waar heb je hem neergezet? Ik heb hem in de hal laten wachten. Ik kom zo met hem terug. Meneer, uw aspirine en uw water. Maar ik moet helemaal geen aspirine en ik moet ook geen water. Tegen het stuiven, meneer. Ach, maar stuif toch op en zorg dat de vreule onmiddellijk hier is, want anders loop ik weg. Even braaf zijn, meneer. Wat nou? U koud. U spoelt en u slikt. Ja, ik hoor hem vallen. En alles is voorbij. Ja. U koud. U slikt. En u maakt. Ach man, stuit toch op met al die vuile boel. Ik moet het niet, loop er mee heen. Ik wil de vreule hebben. Kom meneer, kom. Ik loop overal kom. De vreule te zoeken. Ik ga toch heen. Ja, goed, het is van voor mijn gaar. Maar ik... Oh, schrik me. Dit is... Dit is een schande voor het huis. Ik accepteer dit niet. Oh. Wat een vervelend ongelukje. Zwiebertje, ja. Ik heb nog zo gezegd dat je je netjes moest gedragen. Het is heel ondeugend van je. Ja, vreule, ik kan er helemaal niks aan doen. Van die aangeklede vrijer krijg ik gewoon de kriebels. Ah, wat zegt hij nou, Nicolien? Wat krijgt hij? De kriebels, tante. Ja. Alleen maar de kriebels. Een vergissing zeker, hè, Zwiebertje? Tante? Dit is nou Zwiebertje de landloper. En dit is mijn tante, barones van Troetelaar tot Stoethaspel. Au. Bent u mevrouw van Troetelaar? Zo. Troetelaar? Ja, zeg ik, Troetelaar. Tot Stoethaspel. heb ik u net niet door de gang zien hollen met de kok achter u aan? Ja, wat zegt hij nou? Waar heeft hij het over, Nicolien? Ik weet het niet. Hij is geloof ik een beetje in de war, hè, Zwiebertje? Nou, nee, dat niet. Maar ik heb het met mijn eigen ogen gezien, vreule. De barones stoof de hal door met de kok achter zich aan. En toen kwam Kakadoris er ook nog aan. En die wou me een aspirine geven met water. En ik heb mezelf geknepen omdat ik dacht dat het die waar was. Ik denk, maar dan ben ik nou toch even verzuild geraakt. Toen... Oh, Zwiebertje, ga jij nou even rustig zitten. Jij bent helemaal in de war. Het is ook geen wonder na al die opwinding. Zo. Gaat het iets beter, Zwiebertje? Je mag wel een reddingsboei hebben in die stoel. Ja, het is een fijne, grote, zachte stoel. Nou, vertel eens, Zwiebertje. Nou, ja, ik... Weet je wat? Het lijkt me beter dat je alleen maar antwoord geeft op de vragen die tante jou stelt. Nou ja, ik stuif niet langer, vrullen. Goed, Zwiebertje. Ja.
En het was allemaal een hele vervelende geschiedenis. Ik bedoel, je bent hier veilig, Zwiebertje. Nou ja. Wees nou maar rustig. Zolang u om mij heen bent, dan voel ik me inderdaad wel veilig. Ja, dan gaat het wel. Maar zo gauw Bromsnor en Kakadoris in de buurt zijn, dan is het helemaal mis. Want dan krijg ik het... Bromsnor? De veldwachtertante? Oh, ja. Maar Kakadoris, wie is dat? Dat is die man... Die man met het apenpakje aan. Oh, Jacobus! Maar die doet jou toch geen kwaad, Zwiebertje? Nou, doet me geen kwaad. Nee. Hij kwam de hal in, hij wou me een aspirine laten slikken, hij wou me water geven. Ik ben toch geen kamerplant, ik drink water wanneer ik dat wil. Nou, ik vind het maar een rare... Nou, je moet Jacobus eerst een beetje beter leren kennen. Ah, ik vind het wel een vreemde geschiedenis. Maar ja, moeilijkheden ga ik niet uit de weg. En Nicolien, nee? Laat jij hem eens even met die man alleen. Ja, maar zou ik wel... Nou, gaat u maar rustig hoor, frullen. Ik heb al lang gezien mevrouw van Troetelemaar tot Haspelenveen. Die zal me geen kwaad doen. Ja, rustig nou maar aan, hè, Zwiebertje. En gedraag je netjes, anders roep ik Bromsnor. Nee, Prulle, gaat u maar hoor. Ik zal het kippetje wel wassen. Jij bent Zwiebertje. Nou, niet helemaal. Mevrouw, er zit namelijk een R in. Een R? Ja, nou ja, in mijn naam dan. Niet in mijn de naam. Het is Zwiebertje met een R. Zo, nou ja, Zwiebertje dan, hè? Ja. Dat ben jij dus. Nou, ik geloof het wel. Heb jij zo'n moeilijk leven, man? Nou, moeilijk is het. Wat is er ook, uw pijp? Oh, pardon. Ja, nee, ik bedoel, dit is een... nou, nee, dat is het niet bepaald. Ik eet niet elke dag dure carbonades en zo. Ik heb geen geld om dure feestsigaren te roken. Maar nee, de enige moeilijkheid is eigenlijk Bromsnor, hè? Heb je die wel eens achter u aangehaald? Ja, zeg. Of, oh nee, dat helpt niet, hè. Of u Bromsnor wel eens achter u aan hebt gehad. Nou, geloof me maar, dat is alles behalve een pretje, hoor. Maar, beste Zwiebertje, hoe haal jij dan nooit eens een strikje uit, hè? Wat zegt u? Een strikje. Nee, dat haal ik nooit uit. Een strikje haal ik nooit uit, nee. Maar waarom zit die veldwachter dan achter jou aan? Ja, dat zou ik u ook niet kunnen zeggen. Waarom? Waarschijnlijk omdat je er plezier in hebt, hè? Dat zal het wezen. Je zult me toch niet zeggen dat jij niets uitvoert en dat de veldwachter toch achter jou aan zit? Ach, lieve mevrouw, met de hand op mijn natte hart kan ik u verzekeren. Ik voer nooit iets uit en toch breekt hij me altijd op. Ik weet niet wat dit van hem is. Je hebt wel eens van dat soort honden ook, hè? Die doen ogenschijnlijk niks, maar dan bijten ze een stukje broek. Heb je er nooit eens last van gehad? Ja, maar een veldwachter is geen hond, hè? Zwiebeltje? Nee, dat is waar. Veldwachter. Huh? Nee, dat is waar. Nee, veldwachter is geen hond, maar als hij een hond zou zijn, dan zou hij bijten, begrijp je wel. Mag ik misschien een beetje drinken? Waarom zit die veldwachter dan achter jou aan? Waarom? Ja, dat is een vraag die ik mezelf ook al 1000 maal gesteld heb. Hè. Waarom zit die man achter me aan? Ja, dat is moeilijk te beantwoorden. Hè. Als ik die vraag aan mezelf zou stellen en ik zou hem dan moeten beantwoorden, dan zou ik gewoon op de dood eenvoudige manier zeggen van Bromsnor die lust mij niet en dit is het enige. Ja. Jij hebt dus eigenlijk een droevig leven, nou, man. Hè? Nou, droevig leven. Dat moet je me niet... Moet je me niet in het huilen maken, mevrouw? Dan ken ik helemaal niet tegen. Nou, dat knapt op. Zo, dat is goed. Kijk eens even, ik doe graag goed. Ik hou werkelijk van goed doen. Ik vind het heerlijk om goed te doen. Maar ik vraag me wel eens af, is hij of zij het wel waard? Ja, kijk, nou, dat vraagt u me, het is hij of zij wel wat. Nou, kijk eens, als het over Bromsnor gaat, ja, dan zou ik u zeggen van, nee, hij is het niet waard. Het is meer geld over de balk gesmeten ook, hè. Nee, hij is het beslist niet waard, hoor. Ja. Dat zou ik zeker niet doen. Maar we hebben het nu niet over Bromsnor, we hebben het nu over jouw Zwiebeltje, hè. Oh, ja, dat verandert natuurlijk de zaak meer of meer, hè, als het over mij gaat. Ja, kijk eens. Mevrouw, als u het zo heerlijk vindt om goed te doen, ja, kijk eens, dan zou ik zeggen, ik ben een en al oor, zou ik zeggen, hè. Ik bedoel, u gaat uw gang maar hoor, ik ben het overal mee eens, maar ik zou zeggen, u moet het niet al te zwaar tillen, hè. Kiek, wat zijn dat nou voor manieren, man, ga alsjeblieft zitten. Oh, toe, hè. Ja. Rustig nou. Denk met die vieze schoenen niet op mijn stoel, Zwiebertje. Nee, oh ja. Ondanks alles wil ik dan toch iets voor jou doen. En dan moet je maar aan mijn nicht vragen wat ik over je besloten heb. Je kunt nu zo lang gaan en wacht maar in de hal. Huh? Ja, mevrouw. Dag, Zwiebertje. Dag, mevrouw. Oh ja, en mocht ik een beetje ontevreden zijn met uw besluit, of mocht het me niet aanstaan? Nou, denk er maar zo hoor.
Kijk u ze maar niet aan. Ik rooi het wel. Nou, dan zal even alles weer. Oh, en Zwiebertje, luister eens even. Als je mijn nicht soms ziet, wil je dan even bij mij sturen? Ja, mevrouw, ik zal het doen. Zo. Goed, dag mevrouw. Ja, Vrouwen. Daar zijn de vrouwen dan zitten. Vrouwen. Nou ja. Gaat je graag nog even de vrouw lezen doen? Dan zie ik maar. Ik loop maar. Ik doe maar. Nou. Zeer pijnlijk, maar deze man wordt door de burgemeester gezocht, vrouw. Nou ja, rustig laten zoeken. Rustig laten zoeken. Neem me niet kwalijk, maar de vrouw vergist zich. De veldwachter heeft hem alweer in opdracht van de burgemeester gevonden. En nu moet hij mee. Mee? Zwiebertje mee? Je komisch, je laat me lachen. Er is geen sprake van. Zwiebertje heeft niets gedaan en hij gaat niet mee ook. Zeg dat maar tegen die ijzervreter. En stuur hem de deur uit. De vrouwen wenst op uw voorstel niet in te gaan. Zo, wenst de vrouwen het niet. Nou, meneer de huisknecht, vrouwen of geen vrouwen. Bomsnoer laat zich niet met een kluitje in het riet sturen, versta je dat? Ik heb opdracht van mijn burgemeester om een Zwiebertje naar zijn huis te brengen. En opdracht is opdracht. En als de vrouwen zegt nee, dan is dat dus nee. Als mijn burgemeester zegt ja, dan is het ja. Vrouw, jongens, doe maar. Pak elkaar aan. Hopsakee. Rustig, Zwiebertje. Je mag niet opwinden. En als ik zeg nee, dan is het helemaal nee. Als ik zeg ja, dan is het ja. Veldwachter, je misdraagt je. Je pleegt huisvredebreuk. Hier, dat is het gat van de deur. En met de drie tellen, ga je eruit. Ja, 1. 2. 3. Hoor je die oproep krijgen? Hoor je die oproep? Nou, ik zal je vertellen. Hij gaat met me mee. Nee. Mijn naam is geen burgemeester. Dan kiest u wel een andere naam voor uzelf, maar deze man gaat niet mee. Oh nee, hier wordt het recht vertrapt. Pas op, anders wordt het eruit. Nee. 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 Nee
Tantetje. Pardon. Ja, niks te pardoneren. Mevrouw de barones, hier wordt het gezag ten spot gedreven. Nicolien, in het kort, wat geschiet hier? Ach, tante, die akelige man daar, die is hier binnengedrongen. Ja. En nou begint hij nog te vechten, oom. Begin ik te vechten? Ja, hoor. Man, laat me niet lachen. Zwijg, tante. We leven niet in de middeleeuwen. Hier wordt niet binnengedrongen. Hier wordt niet gevochten. En hier wordt geantwoord als ik iets vraag. Ja, natuurlijk, mevrouw de barones, maar ik doe alleen maar pleeg. Dat is toch goed? Daar is de deur en verdwijn. De deur. Goed, mevrouw de barones. Ik zal gaan. Maar hij komt terug met de burgemeester. Dat moet jij weten. Zo wordt geen deur gesloten. Alsjeblieft, mevrouw. Goed, Jacobus. En laat je niet die vieze voetafdrukken wegvegen. Of nee, wacht daar nog even mee. Ik wil hier eerst graag een onderhoud hebben met de vrouw en deze ongelukkige man. Je kunt nu gaan, Jacobus. Uitstekend, mevrouw. En nu in het kort, Nicolien, wat heeft dit alles te betekenen? Ach, tantje, het vervolg van het eerste deel. Zwiebertje die niets gedaan heeft, wordt tot in ons huis achtervolgd door die bruut van een veldwacht, ja, die hem alsmaar op wil brengen. Ja. Ja, ik geloof eigenlijk dat het onze zaken niet zijn. Maar ja, dat die man hier wederrechtelijk mijn huis is binnengedrongen, is ergerniswekkend. Daarom heb ik hem weggestuurd. En wat deze ongelukkige man betreft, ja, mevrouw. Ik geloof dat het beter is dat we hem zijn vrijheid teruggeven. Meneer, alsjeblieft niet, mevrouw. Ik zou willen vragen, willen smeken, zou je mij niet als gevangene willen beschouwen? Me opsluiten in de slaapkamer als gevangene zou ik me veel prettiger vinden. U weet... Ja, ik weet dat ik jou niets gevraagd heb, beste man. En daarom wens ik ook niet dat je in ons gesprek mengt. Nee, ik barones al zwijgt. Ik zwijg al. Ach, tante, wint u hem nou niet op. Hij is zo van streek. Hij is daar net al flauw gevallen. Ja, in haar armen. Ja, Nicolien. Ja, ik kon hem toch niet op de grond laten vallen? Ja, kind, je had bijvoorbeeld een kus op de grond kunnen laten. Nee. Het ging zo plotseling, tante. Het was vredelijk. Een stuivende meid, een stuivende kok, een briesende bromsnor. Alles tegelijk. Ja, het werd een beetje te veel voor hem. Oh, veel te veel. Ja, dat zal er wel zo wezen, al begrijp ik er niet veel van. Maar nu ter zake, we moeten die arme man helpen. Ja, mevrouw. Je druipt, beste kerel, nou, je druipt. Je kunt zo niet blijven lopen. Nee, u heeft gelijk, tante. Hij moet eerst droge kleren hebben. Heeft u niet iets... Ja, heeft u niet iets charmants, iets leuks van u of zo, wat ik zou kunnen dragen? Zo. Ja, en... Jij bent een malle kerel. Ja, nou, je bent niet de enige die dat zegt. Stil nou eens, Zwiebertje, stil nou eens. Tante, boven hangt nog een oude kamerjas van oom. Mag ik die niet even halen? Dat is goed, kind. In die tussentijd kunnen zijn kleren gedroogd worden en kan de arme man in de keuken een hapje eten, hè? Ja. Kom maar, Zwiebertje, dan zal ik je wijzen waar je je kunt verkleden. Nou, mevrouw Udina, Zwiebertje weet niet hoe het u moet vergelden. U bent een sieraad van de adel, een docent van die vrouwen en u was een sieraad. U was de hele wereld was één speeltuin. Ja, nou, geen gekkigheid, Zwiebertje. Nee, gekkigheid is helemaal geen gekkigheid, vrouw, dat is loodzware ernst. Haha, niet waar, tandetje. No, barones. Gaan we maar met de vrouwen mee en wat ze zegt, hè? Jacobus, die ongelukkige man, hè? Ja, mevrouw. Zorg dat hij een stevige maaltijd krijgt. Ja, mevrouw, in het prieel, hè? Natuurlijk niet in het prieel, Jacobus. In de keuken. Oh, juist, mevrouw, bij ons in de keuken, ja. Hij is zich nu aan het verkleden. Zorg dat zijn kleren gedroogd worden. Hm? Uitstekend, mevrouw. En als hij opstapt, geef hem dan een Riksdaalder. Een Riksdaalder? Natuurlijk, vanzelfsprekend. Namens mij. Hm? Natuurlijk, mevrouw. En dan de deur uit. Ja, natuurlijk de deur uit. We houden hem hier niet gevangen. Nee, dan zal de kust wel weer veilig voor hem zijn. Wat bedoel je? Nou, dan zal de veldwachter wel de wijste partij gekozen hebben. Hoezo? Nou, ik zag hem juist op rijlaan aflopen. Oh, ik had niet anders verwacht, Jacobus. Uw kop heette bouillon. Ja, dat is waar, een bouillon, ja. Pardon. Binnen. Morgen, meneer de burgemeester. Morgen, goedemorgen. Hier is de post, meneer de burgemeester. Dank je wel. Dit
Oh, zeg, die is helemaal nat. Het lijkt wel of je hem onder de kraan gehouden hebt, hè? Komt van de regen, meneer de burgemeester. Ja. Kan de postbode ook niks aan doen, ja, hè? Regen. Ja. En Bromschort, die komt ook maar niet tevoorschijn, hè? Nee. Ja, die zit waarschijnlijk bij zijn vrouw met een heerlijk bakje koffie en die denkt... Dat de burgemeester, die kan me nog meer vertellen, maar dat zal ik hem inpeperen, hoor. Meneer de burgemeester, misschien kan die Zwiebertje niet vinden. Onzin, Saartje, onzin. Ja, Zwiebertje zwerft hier in de omtrek. En als hij zijn ogen niet in zijn zak heeft, dan kan hij hem zo vinden. Oh, hij vindt hem, meneer de burgemeester. Ja? Bromsnor is een plichtgetrouw mens. Ja, dat kan nog allemaal wel, maar hoe lang is hij nu al niet onderweg? Nou, kijk eens, twee uur. En nog is hij er niet. Nou... Ik zal hem de mantel uitvegen, dat kan ik je wel vertellen. Maar hij komt vast en zeker, meneer de burgemeester. Ja? Ik ken hem veel te goed. Opdracht is opdracht, zegt hij altijd. Zo is die, meneer de burgemeester. Ja, nou ja, jij kent hem tenslotte beter dan ik, Saartje. Ik ken hem nog niet zo goed. Het lijkt me een sympathieke baas, maar wel wat brommerig, hè? Maar hij heeft een goed hart, meneer de burgemeester. Ja, en dan die Zwiebertje, hè? De vorige burgemeester heeft meteen een ander over hem verteld. En het lijkt me nogal een wonderlijk sinjeur te zijn, hè? Ook wel sympathiek, maar wonderlijk, hè? Ja, ik heb wel medelijden met hem, hoor. En daarom laat ik hem ook hier komen, hè? Alhoewel, Saartje, om hem te werk te stellen in een burgemeestershuis lijkt me een landloper toch niet zo geschikt, hè? Nou, landlopers niet, meneer de burgemeester, maar... Nee. Zwiebertje is maar niet zo'n gewone landloper. Hij hoort hier thuis in het dorp. Huh? We mogen hem allemaal even graag. De kinderen ook. No. Ik geloof dat je een tikkeltje overdrijft. Nee. Ja. Want als ik zo Bromsnor hoor, dan mag die hem niet zo erg, hè? Ja, Bromsnor, meneer de burgemeester. Ja? Bromsnor, dat zit hem in de natuur. In de natuur? In de natuur, meneer de burgemeester. Bromsnor is echt een precieze man. Ja, juist. En Zwiebert is precies het tegenovergestelde, heb ik wel begrepen, hè? Hoe raadt u het zo, meneer de burgemeester? U slaat de spijker op de kop. Ja. Nou ja, kom, ik zal er nog maar even op wachten. Tenminste, ik heb nog een half uurtje de tijd, want dan heb ik een afspraak op het gemeentehuis. Saartje, luister eens. Mocht Bromsnor komen met Zwiebertje, laat hij dan Zwiebertje hier achterlaten... En laat Bromsnor zich onmiddellijk melden op het gemeentehuis, hè, want ik heb hem dringend nodig. Hè? Dat zal ik hem zeggen. En misschien komt hij dadelijk nog wel. Dat is te hopen, maar ik ga... Morgen, meneer de burgemeester. Dag, Saartje. Zo. Jij hebt ook geen vermoeden waar ik je wil leggen? Niks niet. Al wekenlang heb ik de barones in de gaten gehouden als ze daar de banden en de ringen afdoet. Ik leg ze altijd op de toilettafel. Mm-hmm. En als ik binnenkom, zijn ze weg. En met de vrouw is het niet anders. Nee, zij draagt die kostbare dingen als nooit. Ik geloof dat de baronesse voor haar bewaart. Zo schieten we niets op. De kippetjes moeten geplukt voordat de baron terugkomt. Want dat lijkt me een heel lastig heerschap. En dan hebben we helemaal geen kans meer. Ja, maar jij zei dat die dingen voor het grijpen lagen. Ja, dat zei ik ook. Als je weet waar ze opgeborgen zijn, dan liggen ze ook voor het grijpen. En jij had de opdracht uit te zoeken waar we die juwelen konden vinden. En we zijn al 3,5 maand hier en ik heb geen zin om nog langer voor huisknecht te spelen. Moet hier weg. Maar als we 's nachts nou eens van buiten naar binnen loerden? Nou, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dan moet je zeker eerst een ladder tegen het raam zetten. En aan de barones vragen of ze 's nachts alsjeblieft de gordijnen open wil laten. Ja, maar misschien is er wel een kier waardoorheen je kijken kunt. Nee, dat is me nog te gevaarlijk. Nee, eerst langs de gewone weg. Nou, jij bent hier toch een soort kamermeisje. Jij kunt ieder moment van de dag tot de kamer in en uit lopen. Dat had beter uit je ogen gekeken. Ja. Mag ik nou misschien ook eens wat zeggen? Ja, luister nou eens. Ik geloof dat Bella nog helemaal niet zo ongelijk heeft met haar plannetje. Nee. Die ladder, hè, die kunnen we in ieder geval s'avonds in de buurt leggen. Ja. En als Jacobus ons nou waarschuwt, als de barones naar boven gaat, dan gaan Bella of ik gewoon naar buiten. Ja, maar als de gordijnen goed sluiten, zie je nog niks. En als het mislukt, heeft hij weer een grote mond. Hou jij een grote mond? Dat is wat anders. Ik zeg alleen dat jij moest uitzoeken waar de juwelen lagen. En de rest doe Kokkie en ik. Ja, maar ik weet nog iets veel mooiers. Vertel op. Luister nou eens. Zo'n gordijn gaat dicht met een touw en met ringetjes. Niet waar? Ja. Juist. Nou, als Bella nou de slaapkamer van de barones schoonmaakt,
Dan klimt ze op een stoel. Knipt met een schaar het koord door. Mm-hmm. Maakt het wat korter en... Het gordijn? Sluit niet meer helemaal. Precies. Mijn uitvinding. Geniaal, Kokkie. Ja, dat bedacht. Ja, lijkt me wel iets, ja. Ja, goed. Bella, jij gaat vanmiddag of vanavond vroeg aan het werk, hè? Kokkie, jij zorgt dat er vanavond een ladder tegen het raam staat. En Bella, jij klimt erop. En als het lukt, nou, dan zijn we morgen verdwenen. Ja, maar als de barones het in de gaten krijgt. Die krijgt de eerste uren niets in de gaten. Nee, wij zorgen dat wij naar onze slag staan zolang ze in het dorp is. En als ze terugkomt, dan zijn de vogeltjes gevlogen. En de vogels vliegen zo ver weg dat ze nergens meer te vinden zijn. Ja. Ik geloof. Dat hier stinkt. Oh, mijn aardappeltjes branden dan. Alsjeblieft, bellen ze, gaan we het raam open. De barones het merkt. Lees weer praatjes. Zo, dat is dat. Hé, hey, die ladder kun je best tegen de struiken zetten. Dan ziet niemand. Hou je snuit, Bella. Ja, zo verlaat je alles, het ruim staat toch open? Goed, de bomen zullen niks verklappen en er is hier niemand in de tuin. Je kunt een uitkuiken, je kunt nooit te voorzichtig zijn. Dat is waar ook, die landloper komt hier vanmiddag een hapje eten. Landloper? Ja. Zeg, zijn ze nou helemaal? Ik wil hier geen landlopers in de keuken. Ik heb niets te willen. De barones zegt dat de landloper hier zijn hapje moet eten. Zo, en daar ben je uit. Ja. En dan gaat hij de deur uit. We kunnen hier geen pottenkijkers gebruiken. En zeker niet met jouw gebrande aardappeltjes. Ja. Kokkie heeft gelijk. Je kunt nooit te voorzichtig zijn. En jij helemaal. Wat ik helemaal? Ja, jij kunt nooit je lippen op elkaar houden. Jij verkletst de heleboel. Jij hebt niet zo tegen mij te spreken. Gaat er meteen vandoor. Zo, dat vraag ik. Blijf aan de gang. Dat vraag ik. Ja, alsjeblieft, vind je nou niet zo op. Hè? Kalm nou aan, jongens. En ik geloof werkelijk, Bella, dat Jacobus gelijk heeft. Heus. Ja. Nou, hoef je mij niet te zeggen, hoor. Ik spreek toch nooit met die landlopers. Met dat volk geef ik mij niet af. Goed, goed, goed. Des te beter. Maar ook onder elkaar zeggen wij helemaal niks. Denk daarom. Nee. Zwijgen. En nog eens zwijgen. En als die vent weggewerkt is, oh, dan praten we wel weer. Oh, in orde hoor. Kokkie, pas op dat je aardappeltjes niet opnieuw aanbranden. Ik krijg het koud, kan het raam tenminste dicht. Het raam blijft open. Het raam gaat dicht. Open. Dicht het raam. Open. Dicht het raam. Ik hoor wat. Open. Sst, ik hoor wat. Zo. En Zwiebertje, hoe voel je je nu? Nou, ik moet u eerlijk zeggen. Voorzichtig maar. Ja, ik voel me net de prins. Nu nog een goochelstaf, hoe heet zo'n ding? Een regeringsstaf. Een regeringsstaf. Ja. En ik ben de koning en u de koningin. Dat is heel wat beter dan die natte kleren, hè, Zwiebertje? Ja, nou ja, bedoel, ik moet u eerlijk zeggen, ik zou zo niet over de straat durven, hoor. Maar gek, alle jongens en meisjes achter me aan. En vergeet uw broms nog niet, die zal me veel te makkelijk te pakken hebben. In zo'n murk van een jurk van een mantel. Ding. Ja, maar maak jij me niet ongerust, hoor. Nou. Jouw kleren hangen te drogen, die krijg jij straks vijf terug. Ja. En dan krijg je een heerlijk maaltje en dan kan het weer even leien, Zwiebertje. Ja. Het zit me anders helemaal niet zo lekker. Oh, hij staat je anders uitstekend. Hij is hoogstens een beetje uit de tijd. Ja, die jas wel, maar iets anders zit me niet zo lekker. Wat is dat dan? Nou, ik bedoel, u bent altijd zo lekker goed voor me geweest. En uw tante de barones is altijd zo goed voor me geweest. En het is nou zo spijtig dat ik nou weer afzet moet nemen van de goedheid. Ach, Zwiebertje. Ik begrijp het. Ja, nou trek je er maar niets van aan. Trek jij je er maar niets van aan. Je krijgt een heerlijk maaltje en dan kun je er weer tegen. Ja, dat is waar, ja. Nou, dan ga je daar de deur door en de trap af en dan kom jij in de keuken en dan krijg jij een heerlijke maaltijd. Daar de deur door? Nou, goed. Naar u, vrouw krijgt. Nee, ik ga niet mee. Nee? En laat het je maar eens goed smaken, Zwiebertje. Nou, dank u wel. Oh, ik trap al een stukje lange jurk. Hou maar een beetje door. Smakelijk eten. Ik zeg goeiedag, Sama. Hé, hey, ik ga bakken aardappeltjes uit. Hoor. Ik zeg nog maar eens goeiedag, Sama.
Nou ja, goed, als ik niet welkom ben, dan ga ik wel weer weg. Ga ik de barones gezelschap halen. Gaat hier niet, kom niet. Welkom of wel welkom. U kunt u eerst zich wel eens even voorstellen, ja? We hebben hier een dame in ons midden. Een dame? Oh, dat stuifjuffertje wat ik even voor de barones heb gehouden. Ja, let op uw woorden, meneer. Zo spreekt men niet in tegenwoordigheid van een dame. Aangebrande aardappel. Goed. En meneer kwalijk, pardon, dan stel ik me eens wel eventjes voor. Zwiebertje is mijn naam. Oh, moet je horen. Zwiebertje heet die vent. Ja. Zwiebertje, wat een naam. Het lijkt wel een nijlpaard. Oh, dame, ik raad je aan hem niet persoonlijk te gaan worden, alsjeblieft, hè. Wat een vogel verschrikken. Ze moesten je zo tussen de boerenkool zetten. En van nu moesten ze dus een kookworst maken. Zo gaan we de verkeerde kant uit. Gaat u alsjeblieft daar zitten, dan zal ik je een bord geven. Oh ja, nou, alsjeblieft. Oh, die moet ik maar even bij de voerbak. Jij houdt je mond, hè. Wat is dit? Ze gaan niet doorheen, meneer. Jou moet ik niet naast me hebben. Houd je mond. Nou, het is een reuze gezellige boel, moet ik zeggen, hier, hoor. U komt hier niet voor de gezelligheid, meneer. Wilt u dat even goed begrijpen? Ja, dat had ik al lang begrepen, ja. Ja, Kokkie, wil jij meneer even bedienen? Ja, geef hem een bak groeien, Kokkie. Nou, je wilt jij. Wat wenst meneer? Ragout van champignons of een gefaseerde zwezerik? Of heeft u me liever gepocheerde tongfilet of een schuimige marskijnpudding? Jongens, dan is het te bazelijk. Ik wil gewoon een bakje lekker eten. Anders de barones heeft gezegd, Kokkie, heeft gezegd, een stevige maaltijd. Een stevige maaltijd? Oh, juist, ja. Komt in orde. Goed. Ik zal een grutebrei voor hem klaarmaken, waar je een hakmes en een zaag bij nodig heeft. Ene Kokkie. Je schijnt de bedoeling van de barones niet goed te begrijpen, Kokkie. Goed, dan zal ik meneer geven wat de pot schaft. Ja, krabben wel uit de aardappelenpap. Dat zal meneer wat smaken. Trouwens. Nou, ik geloof dat ik mag gaan, want jullie hangen me ellenlang de keel uit, moet ik zeggen. Nee, meneer. We maken toch wel een grapje, begrijp je? Ja, jongens, zeg toch dat we een grapje maken. Ja, natuurlijk, wat dacht je nou anders? We zijn juist zeer vereerd door het bezoek van meneer Zwiepsteen. Ga je maar gauw zitten. Hier is uw bord. En we zullen wel wat crackers voor u halen. Ja, dat vind ik ook wel hoor. Ja, zo meneer. Ik had toch wel zeer een grapje, nietwaar? Ja, dat hoe eerder meneer gegeten hebben, hoe gauwer hij weg kan gaan. Nee? Nou, ik bedoel, hoe gauwer hij op zijn gemak voelt. Ja, maar ja, 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 zich maar gemakkelijk hoor. Wij zullen wel kijken hoe u eet. Bedien meneer Kokkie, hij heeft haast. Nee, maar u moet gewoon weg. Hè? Nou, nee, ik klap eigenlijk van de honger. Hè. Ik bedoel, een hapje aan mijn best maken. Schip maar op, broer. Ik kan wel tegen een stootje hoor. Zegt hij maar, stoot meneer. Zo genoeg. Lekkere jongen. Nog een schepping bij doen. Nou, het ruikt best hoor. Jongen, jongen. Smakelijk eten, meneer. Smakelijk eten, meneer. Nee, niet warm. Ik moet eigenlijk nog een ding. Een slap. Oh, hier. Slap, meneer. Ja, een slap. Als u het even omdoen, meneer. Kijk eens even. Blijf. Zo. Zo. Goed stevig. Wel mogen het u bekomen, meneer. Smakelijk eten. Ja, vooral smakelijk eten, meneer. Laat de meisje los. De volgende werk, de volgende. Ah, daar is Boomsnor. Man, wat heb je ons laten wachten? Ja, laat hem wachten. Was je in de keuken? In de keuken, Zwiebertje. Ja? Mens, praat maar alsjeblieft niet over Zwiebertje. Wat? Kijk liever naar mij. Koud, nat, helemaal verkleumd. Oh, arme, wat zie je eruit. Ja, nou, trek de uniformjas maar aan en hang hem maar even in de keuken. Ja. Dan heb ik misschien voor jou nog wel een lekker bakje koffie in de keuken. Dat is heel fijn. Ik vraag al een bakje koffie hoor. Toestand. De adel. In plaats van de adel. De wet beschermt, het gezag ondersteunt. Nee, dan moet je de deur uitzetten. De deur uitzetten. Alsof je de eerste en de beste landloper was. In plaats van de veldwachter van het dorp. Wacht maar, ik zal alles tegen de burgemeester vertellen. En dan ga ik wel eens even samen met de burgemeester. Naar het kasteel. Zullen wij eens even kijken wat er dan gaat gebeuren. Zo eenvoudig is het ook. Zo. De adel. Drijf. Ziezo, het water staat op. Ja. Jij krijgt dadelijk koffie, maar geen Zwiebertje in de keuken. Mens, schijt toch uit over dat Zwiebertje. Heb je hem niet gevonden?
Had ik hem maar niet gevonden. Zeg, er is toch zeker niks gebeurd? Er was er maar niks gebeurd. Ja, waarom zo? Wees nou niet zo onduidelijk. Heb je hem nou gezien of heb je hem nou niet gezien? Ah, dat is een heel verhaal, Saartje. We hebben de burgemeester wacht op hem. Wacht op hem? Ja. Nou, dan kan hij lang wachten. Zeg, Bromsnor, wat oneerbiedig, zo ken ik jou helemaal niet. Ach, Saartje. Wat is dat nou, Brom? Wat is er zo? Vertel het nou eens. Hè? Heb jij nou al eens een vernederd man gezien? Vernederd man? Mm. Ja, nee. Nee? Nee. Nou, kijk mij dan eens aan. Kijk maar eens even geschoten. Hier staat een vernederd man. Ach, ja, vernederd door Zwiebertje. Vernederd door een huisknecht. Ja. Zelfs vernederd door de adel. Bromsnor, wat brambel je nou allemaal voor onzin? Voor onzin? Helemaal niet. Dit is de bittere waarheid. Ik zal je alles vertellen, Saartje. Ja, maar wacht dan eventjes. Dan ga ik eerst eventjes een kopje koffie voor. Oh, heel graag. Zelf heb ik al koffie gehad. Dus jij zo. Graag een kopje koffie. Het zal tijd worden een kopje drinken. Na al die uren. En dan die ellende op dat kasteel. En die Zwiebertje daar mij maar uitlachen. Oeh, ze kan het. Zo, kijk eens. Hier heb jij een lekker bakje koffie. Drink dat eerst maar even rustig op. Dankjewel, Saartje. En dan vertel jij, Saartje, wat er gebeurt. Ja, Saartje. Mag ik even mijn koffie uitdrinken? Drink jij eerst maar rustig. Ik heb echt hard nodig, hoor. Ja, dat kan ik me best voorstellen. Helemaal drijfnapt en al die knieën is. Ach, joh. Helemaal. Jongen. Nou ja, het komt allemaal wel goed, Pomphuis. Vertel het me. Dat doet me goed, Saartje. Dank je wel, hoor. Oh ja. Ja, het verhaal. Nou, het verhaal, Saartje. Moet je luisteren. Ja. Ik loop op de grote landweg, weet je wel. Ja. Ik neem een klein zijpaadje en we zitten onder een boom in de stortregen. Zwiebertje. Ik denk, nou heb ik je. Nou ga je mee naar de burgemeester. Ik ga naar hem toe. Ik vraag hem heel beleefd en netjes, want je kent me toch. Ja. En heel rustig. Zwiebertje, wil je alsjeblieft meegaan? De burgemeester, die wil eens even met je praten. Ruk zijn gelos. Ja, maar ik denk, mijn plicht is mijn plicht en mijn opdracht is mijn opdracht. Wat doe ik? Ik ren hem achterna. En ik grijp hem opnieuw. Ik heb hem net goed te pakken, dan komt de vreule van het kasteel, weet je wel. Nou, een praatje, dat mens had, heb je geen idee van, hè. Nee, maar ineens neemt zij Zwiebertje mee, het kasteel in. Ja, en ik stond buiten, ze geslagen hond. Ja, wat denkt hij ervan? Ja, maar ik ook niet van gisteren. Ik naar het kasteel toe, hè. Ik kijk door de ruit van de voordeur en dan zie ik Zwiebertje in de hal zitten. Ik bel aan, dan komt de huisknecht. Ik zeg, ik moet Zwiebertje hebben. Wat denk je wat er gebeurt? De barones laat me door de huisknecht de deur uitzetten. Ja, dat is zo gebeurd. Ze hebben me vernederd. Ze hebben me vernederd en ze hebben me beledigd. Maar ik heb de opdracht van de burgemeester om Zwiebertje hier te brengen. En daarom wil ik nou de burgemeester spreken. Ja, wees nu even rustig, Bromsnor. Je verhaal is zo verward. Verward? Ja. Verward? Ja. Helemaal niet. Ze hebben me beledigd. Ja. Ze hebben me vernederd. Ze hebben alles met me gedaan wat ze niet hadden mogen doen. Begrijp je wel? En de burgemeester heeft gezegd dat ik me niet mag laten beledigen. Nee. Want ik ben het gezag. Ja. Ik ben het gezag. Ja. Niet waar? Nou kijk eens. En ik laat me nooit beledigen. Ik laat me niet beledigen door een Zwiebertje. Nee. En niet door een huisknecht. Nee. En niet door een vreule. Nee. En niet door een barones. Want ze hebben niks met mijn zaken te maken. Ja. En daarom wil ik nou de burgemeester spreken. Ja, maar rustig nou even, Bromsnor. De burgemeester is er niet. Is de burgemeester niet? Waar is de burgemeester dan? Luister nou eens even. Ik moet hem Wees spreken. Nou even rustig, Bromsnor. Ga zitten en luister. En laat Saartje jou nou eens een raad geven, hè? Een goede raad. Ja. We kennen elkaar nou toch al zo lang. Ja. Je weet toch dat ik het goed met je meen, hè, Brom? Ja, Saartje. Nou dan. De burgemeester is op het stadhuis voor een bespreking en dan mag hij absoluut niet lastig gevallen worden. En bovendien verlangt hij van jou en verwacht hij dat jij Zwiebertje hier brengt. Maar ik heb je toch verteld dat... Ja, jij hebt gezegd, dat weet ik. Maar de nieuwe burgemeester wil een veldwachter hebben waar hij trots op kan wezen. En als jij zo naar hem toe gaat, dan bederf je alles voor jezelf. Ja, maar Saartje, ik kan... Ja, jij kan. Jij zoekt Zwiebertje weer op en je lokt hem met een zoet lijntje hier naartoe. Ik zeg het voor je eigen bestwil. De burgemeester wil een veldwachter hebben waar hij wat aan heeft. Oh ja. Moet ik die Zwiebertje opzoeken? Moet ik hem misschien eien? Moet ik misschien op mijn knieën voor hem vallen? Dat gaat veel te ver. Ach, jij bent veel te stijf om op je knieën te vallen. Nou ga jij te ver. Ik te stijf. Ik broms. Ja. Je gaat te ver, Saartje. Ja, wat ben je nou toch vandaag vlug aangebrand, Brom? Ik sta wel lachpietje. Luister nou eens naar wat ik zeg. Ik zeg het je nogmaals. Jij lokt Zwiebertje met een zoet lijntje hier naartoe. Naar de burgemeester. Ik zeg het voor je eigen bestwil. De burgemeester die wil iets hebben waar die echt een veldwachter, waar die wat aan heeft. Hè? Begrijp je het nou? Kom. Brom. Kop op. Hè? Brom. Goed, Saartje. Goed, ik zal gaan. Plicht is plicht. Een opdracht is opdracht. Een veldwachter is veldwachter. Ja. Ja. Goed, Saartje. Ik zal me wel weer opofferen. Voor de gemeenschap.
Ja, maar in ieder geval bedankt voor je lekkere kopje koffie. Jij bent altijd goed met mijn gemeenschapje, dat weet ik. Nou, kijk eens wat dan weer. Oh. Ja, ga maar weer. Nou, wacht dan even, Bom. Dan zal ik je uniformjas even drogen bij de kachel. Ja? Hè? Kom, hè. Ik zal hem weer. Dat is niet lief van tijd. Dat is lief van tijd. Ik zeg maar zo, 10 minuten vroeger of later, hè, Bom, daar komt dan ook niet meer op aan. Waar? Nee, hè? Ik zal hem lekker even warmen. Dankjewel, Saartje. Die goede Saartje toch. Dat brave mens. Ik ga nu het eten wegbrengen. Doe vriendelijk tegen dat mannetje, anders dan krijg ik last met de baronesse. En jij, wees vooral voorzichtig en verpraat je niet, hè? Zeg Kokkie, jij praat wel een beetje met hem en laat hem vooral niets merken. Hè? Komt in orde, baas. Komt in orde, hoor. Ik zal zoveel onzin kletsen dat hij nergens wat van begrijpt. Ja. Het is een erg nieuwsgierig mannetje en hoe eerder je hier de deur uit is, des te beter, hè? Kom, ik ga nu. Ajus. Ajus, baas. Smaak het op, Lille. Oh. Uitstekend, maar niet zo, hoor. Mijn ging ring als pap in de zuiveling. Ja, Kokkie zal u nog een toetje geven. Oh, joh, een toetje. Oh, dat is veel te goed voor mij. Zeg het niet waar, toen nou. Dat ziet er heel erg uit. Je hebt ook zo'n lekker toetje, hè, broer? Wat u zegt, meneer. Ja. Jongen. Nou. Je ziet er lekker uit. Op, hoor. Maar het ziet er lekker uit, moet ik zeggen, hoor. Zo. Nou, John. Ja. En zeg, het ziet er prima uit. Dan, Ik wou eens even vragen, zeg. Hoe lang ben jij eigenlijk in dienst? Ja, wat zal ik u zeggen, meneer? Dat is, Deze schone jonge dame? Ook zoiets. Ook zoiets. Ja. Lekker even door. Ja. Kom maar, dat is een. Is dat lekker, hè? Een prachtige pennetje. Ja. Een beetje klein, dan ga je een klein beetje. Heel erg uit, maar dat is gewoon. Ja. Niet nog wel prikkelig, hoor. Jong. Oh, laat het maar, dat is vies, dat moet er was in. Hou jij er maar buiten, Bella, hou jij er maar buiten. Jongens, hè. Wat een tuin. Ja, wat een tuin, hè, meneer. Wat een werk, zeg. Ja, zeg. Wat een werk. Ja. Dat is echt een werkje voor mij, hè. Pijtjes harken, gras snoeien, struiken knippen, gras knoeien. Wat bedoelt u, meneer? Nou, kijk, ik bedoel dit, hè. Kijk, ik zou naar de barones willen gaan en dan zou ik iets aardigs tegenover de barones willen doen. En dan zou ik zeggen, barones, voort wat, hoort wat. Oh. Hè? De ene dienst is de andere waard. U bent altijd zo vreselijk goed voor me geweest. Ja. En dan zou ik gewoon zeggen, geef je mij eens een hark en een pudding en een kruiwagen. En dan maak ik de tuin voor u in orde en dan kan ik hier lekker blijven slapen en lekker warm eten en zo. Hier blijven slapen, hier blijven wonen en lekker warm eten in de tuin harken. Nee, dat is toch echt niks voor u, meneer Zwiefsteen. Nee, hoe eerder weg, hoe beter, hè? Ik bedoel natuurlijk, niks boven de vrijheid, dat zou ik zeggen. En wij zijn ook namelijk van plan om... Kokkie, ik bedoel natuurlijk niet. Dat we natuurlijk helemaal geen plannen hebben. Maar als we plannen zouden hebben, heb je wel? Ja, dan ga ik gewoon wat je bedoelt. Nou ja, wat wil ik maar zeggen wel, niks voor u, meneer Zwiefsteen. Werkelijk helemaal niks voor u. Nou ja, kijk, ik kan je vertellen, hè. Ik ben ook geen blevert, hè. Ik bedoel nog een paar weken en dan ben ik... ook even Niet doen, meneer Zwiefsteen. En daar komt nog bij. U bent veel te teer gebouwd. Ja, als ik het zo zeggen mag. Hoe zo het? Teer gebouwd? We krijgen nu zo'n teer gebouwd. Moet je kijken, zo'n enorm figuur. Of ik heb... Ja, natuurlijk. De bomen zijn nog 1, 2, 3 uur te groot. Ja, natuurlijk, maar ik bedoel alleen maar... Hou je mond toch? Wat dat wou je zeggen? Ik bedoel alleen maar dat ik wou zeggen dat u toch wel een klein beetje... Ja, goed. Oké, hou je... Nou ja, goed, ik bedoel, ga maar rustig door. Je zeg maar wat je zeggen wil. Ik neem nog een klein hapje. Ah, ik zou wel willen weten waarom jij met zo'n grote mond en jij zit met tegen iemand te sissen. Maar jij zo'n vertrouwelijk gesprek met de kop. Ja. Wat verbeel jij je wel, meneer de landloper? Jaloers ben ik zeker op jou. Ik heb je al een paar keer gezegd, je moet niet persoonlijker worden, alsjeblieft. Ja?
Niet persoonlijk geworden, juist. Dat is het toppunt, we hebben nog een grote mond ook. Ja, nou. Jij hebt helemaal niet zo tegen mij te spreken. Nou ja, ik bedoel, ik praat momenteel ook niet met jou, ik praat met de kok. Die is veel charmanter, aardiger. Hé broer, je kan lekker bakken, je kan lekker koken, lekker braden. En ik zou niets liever willen dan hier tuinman worden. Voilà. Hé, hey, pas op. Hé, hey, pas op. Hé, geen knul, maar manier, jullie toch manieren. Ja, bedoel, weet je maar niet op, Jaap. En je moet maar zo denken, bedoel, aan de buitenkant kun je iemand veranderen, en de binnenkant zeker niet. Maar nou gaat hij eruit. Ja, heb je niets te bevelen? Maar als meneer verzadigd is, kan hij zich verkleden en dan, dan gaat hij weer op stap. Op stap gaan, weet je wat hij wil? Hier tuinman worden. Ja, bladeren zoeken, door de bosjes kruipen. En op een kasteel blijven wonen. Oh, wat een onzin, hoe verzin je het? Verzin je het, of verzint die tuinman? Huh? Ik? Ja, uit dankbaarheid wil hij de barones een wederdienst voorzien. Nou, hier elke dag lekker blijven eten. Kijk, het is helemaal niet de bedoeling. Ik bedoel, de waarheid is iets anders. Ja, ik bedoel, ik zou de barones alleen maar een wederdienst willen bewijzen. Dat is helemaal niet nodig. Ik denk niet dat de barones op uw voorstel zal ingaan. Oh. Nee. Oh ja. Zeg. Heb jij gezien hoe die tuin erbij ligt? Hè? Oh, rustig laten. Nee, dat was heel aardig, heel lief van u, maar het is niets voor u, hoor. Heb je het toch ook al gezegd? Nou, ik bedoel, ik spijt me wel, maar ik wil er toch wel eens even met de barones over gaan praten. Nee, u praat niet met de barones, gaat u zeggen. Nee, hoor. U zei dat zo. En moet u eens even goed naar mij luisteren. Ja. Hoe eerder u hier weg bent, hoe beter het is. Ja, dan zou ik wel eens even weten. Waarom? Wat ik nu ga zeggen is een... In vertrouwen, hè? Nou, ik ben er kapot van, Cagadores. Ja. Oh, ja. Ik begrijp dat u wel een beetje boos bent, nietwaar? Want Bella gedacht heeft wel eens meer een beetje om de schoft of zo, hè? Ja, ik heb het weer gedaan. Maar neem het dan maar niet kwalijk, hoor. Nee. Ik wil u eens even wat vertellen. Luister. Wij hebben hier een tuinman gehad. Oh. Bont en blauw. Wat bedoel je, bont en blauw? Bont en blauw geslagen door de barones. Met een pook. He? Een zware pook. Een pook uit de kelder. Zo eentje. De barones heeft een enorme hekel aan tuinlieden. Ja, nou, als tuinman ben je je leven niet zeker, man. Nee. O ja? Hé, hey, dat moet ik dan toch eens aan de vreule vragen. Nee, vraag het vooral niet. Pardon. Vraag het vooral niet aan de vreule. Dat zou te veel verdriet doen. Ze weet het nog niet. Nou, stel je voor, haar tante de barones met een pook. Oh. Ja. Grote pook. Ja, ik kan het me best voorstellen. Ik had het ook nooit van de barones gedacht. Zo'n aardige, lieve, zachte vrouw. Daar heb ik niets van. Is ook, is ook. Maar ja, ook een kleine afwijking. Iedereen heeft wel wat, hè? En daarom, meneer Sweepsteek, droge kleertjes aan. En 1, 2, 3, de vrijheid weer in. Arme vrouw. Ja, zegt u dat wel. Ach ja, ieder huisje heeft zo zijn, je weet wel, hè? Ja, huisje, ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik zou het echt er toch wel op durven wagen, hoor. Oh, zou die eens kunnen? Oh, en waarom niet? De bedienenkamers zijn allemaal bezet. En je dacht toch zeker niet dat je in het bed van meneer de baron mag slapen? Kijk eens, Bella kan toch ook nog wel iets verstandig zijn, hè? Nou, dan ga ik maar. Ja, dat is lekker. Bedankt voor het lekkere eten. We zijn blij dat u gesmaakt heeft. Ja, de kleren zullen wel droog zijn. En nou een beetje voortmaken, want het begint al donker te worden, meneer Sweepsteek. Ja, nou, ja. Hartelijk dank voor de... Ja, voor de goede raad. Oh, ja. Adieu. Oh. Hoe kwamen jullie op het idee van die pook? Ja, dat was zomaar een inval van me, ja. Ja, ik laat me niet zo gauw uit het veld slaan. Nee. En dan gaan we gauw aan de slag. Schoonheid. Vergeet vooral je scharen niet als je naar boven gaat, denk je erom? Ja. Aan je werk. En pas op. Laat je niet betrappen. Oh, brave Jacobus, dan heb ik altijd mijn smoesje maar klaar. Ja, dat zal wel. Je bent meer smoes dan snoes. Zo, Cagadores, daar ben ik dan.
Wacht even. Droog en wel? Ik heb een boodschap voor je. Ja? Hier is een Rijksdaalder van de barones. Zo. Hij maakt u maar gauw dat je de deur uitkomt, want het wordt al donker. Een Rijksdaalder van de barones? Nou, dat is toch wel reus aardig, moet ik zeggen. Ik begrijp ook helemaal niet dat zo'n mens toch achter Jan kan zitten met de pook, hè? Dat is heel droevig, hè? Ja. Maar laat ik u nu uitlaten, hè? Nee, ja, kijk, ik wou eerst eventjes afscheid nemen van de barones, hè, voor te bedanken voor alles. Laat u dat maar aan mij over. Kom, gaat u nu de deur maar uit, hè? Nee, ik zou graag eventjes de barones gedag willen zeggen. De manieren, zijn manieren. Ja, maakt u mij nu niet boos, hè? We hebben alles gedaan voor u wat we konden doen, dus gaat u nu alsjeblieft weg, hè? Vingers van me afblijven, zeg ik. Ik wil de barones even gedag zeggen en daar blijft het bij, zo hoort het. Begrijp je het niet? Dat heeft niets mee te maken. Nee, je bent dood. Hé, wat is dat daar? De kobus, wat gebeurt er? Ik was juist bezig de kraag van meneer zijn jas af te... Oh! Wat is er, Zwiebertje? Snootzak, wat een leugenbroks! Nee, ja, hij wou me de deur uitgooien. Moet je de deur uitgooien, maar nee. Ik wou de deur openmaken en heel beleefd de deur uitlaten. Ik heb gezegd, ik wil eerst even afscheid nemen van de bruilen, de vrouwen, hoe heet zo'n ding? Want zo hoort het. De bruilen, dat is heel mooi van jou. Ja. En ik had ook niet anders van jou verwacht, Zwiebertje. Oh, ik had niet anders van mij verwacht. Zal ik mannen er nu maar uit laten varen? Nee, dankjewel, Jacobus. Ga jij maar aan je werk. Dag, Jacobus. Dag, kijk er door eens. Ik laat Zwiebertje wel even uit. Ja, mevrouw doet het wel even. Ziezo, jij hebt weer droge kleren en jij hebt lekker gegeten. Ja, en ik heb een... Zit in de verkeerde zak. Maar ik daalde van de barones. Nou, kijk eens aan en dan hoop ik maar dat ik jou in de toekomst echt goed mag. Ja. Misschien zien we elkaar nog wel eens. Ach ja, je kan nooit weten hoe een stuivertje denkt, knalt, rollen. Dag, Vrouwla, hartelijk bedankt voor alles wat u voor me gedaan heeft. De groeten aan de barones en laten we maar zeggen, tot wederzien. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes. Dag, Vrouwla. Dag, liefje. Tot ziens. Vrouwla, er zit een Kees, een hond, een hoos, een hees, in de tuin, snor. Ja, die zit in de tuin, die zit op te loeren. En toen kwam ik voorbij en toen kwam hij tevoorschijn. Toen zei hij, Zwiebertje, ik heb een hele leuke verrassing voor je. Nou, ik kan begrijpen, als Broms nou een leuke verrassing voor me heeft, nou dan weet ik het wel. Zwiebertje, dat is vervelend, wat moeten we daar nou aan doen? Ik weet het niet. Ik kan misschien het beste mijn tante waarschuwen. Ja, jij hebt de tante, met de pook, met de pook. Met de pook? Met de pook. Ja, weet ik veel. Ik ben in de war. Nou, ga maar eens rustig zitten, Zwiebertje. Jij bent toch voortdurend in de war. Nee, op de pook. Ik wil onder de trap gaan zitten. Ja. Nou, dat is goed. Ik kan mij niet schelen. Nee, ik kan het ook niet schelen. Moet ik eens even nadenken, Zwiebertje? Ja, even nadenken. Weet je wat mij het beste lijkt? Dat ik mijn tante vraag of zij de burgemeester even op wil bellen. Oh nee, alsjeblieft niet de burgemeester, nee. Nee, ik ken hem niet zo. En dan raak ik zo van de regen in de drop. En ik lust geen drop. Ja, Zwiebertje, kon je me hier blijven slapen, hè? Ja. Ja, want die bromsnor zal vast niet het geduld opbrengen om tot morgenochtend tussen de bosjes te blijven liggen nee, wachten. Nee, kon ik hier maar blijven slapen. Ja. Maar dat ken niet. De keukenmeid zegt dat ken niet. De keukenmeid zegt dat ken niet? Ja. Hoe kan dat nou? Wat heeft Bella ermee te maken? Nou, ja. Nee, dat weet ik ook niet. Nee. En misschien wil u een barones... Ja, de barones is wel erg lastig op dat punt. Ja. Zeg, vrouw, zou u niet iets... Wacht eens even. Laat mij eens eventjes heel goed nadenken. Ja, ik wacht. Zwiebertje. Jij kan goed flauwvallen, hè? Ja. Hoezo? Had u het in de gaten dan? Ja, zeker had ik het in de gaten. Jij kan heel goed toneel spelen. Ja. Weet je, Zwiebertje, nou. Zo af en toe, hè, dan wil ik iets heel graag en dan mag ik dat niet van mijn tante. En dan val ik flauw. Hupsakee. Zomaar, ineens. Zo. En dan heeft ze zo'n meelij met me dat ik toch altijd mijn zin krijg. Is dit niet verschrikkelijk ondeugend? Ja, het is wel ondeugend, maar soms is het echt nodig, Zwiebertje. Ja, en nou gaat u straks flauwvallen? Nee, nee. Jij gaat flauwvallen. Ja, bedankt, hè? Jazeker. Ik? Jazeker, als tante zegt dat het niet kan, dan val jij om van de schrik, zomaar. En verder red ik het wel. Ja. Afgesproken? Ja, maar laat het dan alsjeblieft eventjes overdoen. Dan kan ik het even proberen hoe het oefenen. Is. Oefenen, ja. Oefenen. Op de vloer. Hè? Nou, dat is goed. Moet je luisteren. Ja. Ga je hier staan en dan zeg ik...
Ja, u zegt... Nou, het spijt me, Zwiebertje, maar dan moet Bromsnor jou maar meenemen. Ene, oh ja. Goed zo, goed zo. Ja. Prima, ik ga even tante halen. Ja, ga u even tante halen. Dan ga ik even... Ik geef een ijzeren man. Een mooi pak. Wat hoor ik, goeie man. Jij voelt je nog steeds in je bewegingsvrijheid beperkt? Ja, Bloemperk. Nou, de barones, ja. Die man ligt nog steeds in de tuin, op de loer, de smakt. Vraag me af wat die man zin in heeft in buiten het donker en de regen. Hè? Ja, dat is zijn zaak, tantetje. Maar voor Zwiebertje gesproken, zou hij niet hier kunnen blijven slapen vannacht? Ja, zou dat niet kunnen. Slapen? Ja. Hier? Ja. Ja. Nou, misschien een heel klein bedje of zo. Misschien in het oude wiegje van de vrouwen. Maar lieve beste man, ik heb medelijden met je, maar werkelijk dat gaat niet. Nee? De bediende kamers zijn allemaal bezet. Nee, werkelijk dat gaat niet. Ik zie ook geen kans. Wat zegt u? Oh ja. Oh, ontzettend. Ja. Wat een leed. Ja. Maar nee, werkelijk, het gaat niet. Het gaat niet, Nicolien. Alle kamers zijn bezet. Oh.